Yo mensen, Ron van DNPNL met zijn nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een gloednieuwe video. We hebben gisteren weer echt makkelijk de 4000 likes gehad, dus vandaag weer een nieuwe video. Daarom mensen, gaan we het even omhoog gooien, want deze dagse video's, oi. Ik vind het hartstikke leuk, maar het is wel moeilijk. 5000 likes, 5000 likes voor 12 uur 's avonds. En dan upload ik morgen weer een nieuwe video. Ik weet niet of we dat gaan halen, want 5000 hebben gaan we denk ik niet halen deze avond. Dus er moet al flink wat gebeuren. Alhoewel, nou, het kan op zich wel. In ieder geval, wat we vandaag gaan doen, ik ben wezen nadenken mensen. Ik heb wezen nadenken en ik heb mijn baard laten groeien. En toen dacht ik laat ik een puisje krijgen hier. Ja, doe daar eens een doe even abonneren als je het niet gedaan hebt. Abonneer en dan krijg je nooit meer puist in je leven. Oh, ik ga zeker abonneren. Nee, maar even zonder dollen, zonder gekheid, zonder gekheid op stokkie. Ik was aan het nadenken en ik zat met Matt in de call en ik was van... Koen, wat kan je nou doen? En toen dacht ik van, godverdomme, ik rijm. Nee, toen dacht ik van, jeetje wat goed, ik moet een nieuwe icon. Ja, want icons zijn echt fucking goed. Ik heb dus die Petit en Petit is echt heel erg goed. En toen was ik van, ja, welke speler is nou het minst uit mijn team? Ik heb natuurlijk Suarez erin zet. En mijn minste is dan eigenlijk toch wel Kimpembe. Hij is echt goed, maar hij wordt pas echt heel goed als hij die upgrades krijgt straks met de Champions League of met de Europa League, dat hij omhoog gaat. Dus voor nu is hij wel oké, maar niet heel bijzonder. En ik wil gewoon Elite 2 halen. Eigenlijk wil ik gewoon Elite 1 halen. Ik wil gewoon 27 in. Ik ga gewoon de 27 in. Dus moet ik een nieuwe centerback icon hebben. En zo had ik dus een paar opties, want ik heb 1,1 miljoen coins, zoals je kan zien. Ik kan gaan voor deze Blanc. Nou ja, niet deze Blanc, want deze Blanc is nog net iets te duur. Die is namelijk 1,4 miljoen, maar hij is wel echt goed. Dan kan je gaan voor de Blanc die daarvoor komt. Volgens mij is dat ook een centerback, de 89 versie. Die kost 1 miljoen. Die zou ik kunnen kopen. Die heeft trouwens pittig veel gescoord. What the fuck? Hij heeft Montpellier gespeeld. 77 goals. Ah, hij was middenveld eerst natuurlijk. Ah, is waar. Zeg maar, deze vent. Dit waren mijn twee opties. Deze Blanc of Rio Ferdinand. En ik kon ook niet de beste kopen. Want als ik de beste kocht, ja, dan was ik dat kan ik niet betalen. Want de beste Rio Ferdinand is 1,5 mil. Maar die wil ik wel heel graag. Dus ik ga daar nog even voor sparen. En hopelijk krijg ik goede rewards donderdag. Zodat ik dat kan halen. Maar deze 88 Rio Ferdinand. Die ziet er toch ook wel heel smikkelend uit. Dus even heel eerlijk zijn. Deze stats zijn echt lekker. Hij heeft oké passing, oké dribbling. Niet heel goed. Daar ben ik niet heel blij mee. Normaal work rate ook niet heel bijzonder. Maar ja, ik zie allemaal hele goede mensen. Al die mensen die net iets minder goed zijn dan ik. Die zie ik hem allemaal gebruiken. En die halen allemaal Elite 1. Dus ik denk dat ik met deze man ook Elite 1 kan halen. Dus laten we maar gaan kopen. We gaan hem kopen. En ik wil eigenlijk ook gewoon zijn prime. Maar daar heb ik dus niet genoeg coins voor. Ben je nou van, Koen, dit staat nergens op. Je moet deze icon kopen voor in je team. Want deze is echt supergoed. Noem een voorbeeld, ik heb geen idee. Wat ik ook zou kunnen doen, ik heb trouwens 1,1 miljoen zie ik nu. Ik kan ook, als ik Petit verkoop, kan ik Fiera halen. 88, of niet? Is dit te duur? Oh nee, jezus. Gewoon 3 miljoen, gast. What the heck? Wel zieke stat, hoeveel schullen? Die aanvallen zijn sowieso allemaal mega duur. Oké, Gullit 86. Waarom zou je hem kopen? Hij heeft wel goede stats, maar helemaal niet zo heel goed. Ja, ik snap het niet hoor. 1,3 miljoen voor die Gullit. Ik snap er echt gereed van. En mensen, ja, ik ga niet een speler kopen als Seedorf. Want Seedorf, ja, die is gewoon niet goed. Oh mijn god, 5 miljoen voor deze Gullit. Oké, nou, dikke doei. We gaan lekker voor Ferdinand. En ik hoop gewoon dat hij goed speelt. Ik hoop gewoon dat ik minder de goals tegen ga krijgen. En dat hij, ja, hij is wel lang. Hè. Dus dat is wel fucking chill. Hij is 1,89. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Dat is echt helemaal niet zo lang. Echt veel meer lang dan ik verwacht had. Maar oké. Wat zijn de koopste buy nou? 8,65 zie ik hier. 8,59. Trouwens, deze man die deze speler had, die heeft de chemistry zelfs schaduw op hem gezet. En op zich is dat wel, ja, oké. Maar ik denk juist van, hij is toch al heel veel defending heeft hij. Kan je niet veel beter iets opdoen zodat hij beter kan passen en beter kan dribbelen? Maar dat is toch vaak bij deze spelers wel een probleem. Ik heb hem nu gekocht, mensen. Heerlijk, heerlijk. We hebben Ferdinand. Ik ben zo benieuwd hoe hij speelt. We gaan natuurlijk een potje spelen. Dan gaan we even kijken hoe de lepel in de vork steelt. Kimpembe is al 1,89 meter. En super klein. Gelukkig heb ik nu een veel langere speler. Namelijk Ferdinand. Die is een stuk langer. Namelijk 1,89. Oké, lekker. Nou, dit is nu mijn team. Ja, ik moet zeggen, het is nu wel echt een smikkelteampje. Als we even heel eerlijk zijn. Het begint nu echt wel gewoon een super team te worden. Wat wordt mijn volgende upgrade? Ik zat te kijken naar Neymar. Zijn inform is maar 300k meer of zo. Dus ik kan bijna gewoon inform Neymar halen als ik Neymar verkoop. Dat is best wel ziek, toch? Inform Neymar is best wel, ja, is gewoon best wel nice. Neymar zelf is 750k of zo. 650k. Zo zit ik op 9. Hij was 1,1 miljoen als ik het goed heb. Even opzoeken. Hij is 1 miljoen. Hij is 1 miljoen maar. Jee, wat tof. Ik hoef maar 100k. Dan kan ik gewoon Neymar inform kopen. Mensen, die moet ik halen. Ja, even zonder grap. Die moet ik halen. Maar laten we nu maar eerst even een klein potje gaan spelen met deze heerlijke Ferdinand. En laten we maar zien, ja, hoe hij gaat spelen. Ik ben echt super benieuwd. Ik speel Division Rivals. Ik zit inmiddels in Divisie 3. Ik speel niet heel veel Division Rivals. Dus ja, ik heb geen idee hoe goed Divisie 3 is. Daar gaan we namelijk nu achterkomen. Hopelijk kan ik deze pot even winnen. Zo niet huilen. Zowel blij mee. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb nu 2 icons. Ja, ik ben echt fucking blij met mijn tweede icon. Het is niet zo dat alles... Oké, hij heeft een heel erg vol team. Ik heb natuurlijk die achteren match. Die moet ik op de bank zetten, man. Ik wil die echt op de bank. Volgens mij is die echt goed. Heb je nog niet de video van gisteren gezien? Kijk hem echt even zeker. Ik pack echt een paar zieke spelers. En zoals jullie weten, deze dagelijke uploads gaan gewoon door. Op het moment dat we 5000 likes hadden op deze video. 5000 likes in... Ik upload deze video waarschijnlijk om 4 uur. Dat betekent dat we in... Oh, ik moet natuurlijk wel even mijn Suarez erin wisselen. Op de balletje gelijk op Neymar. Heerlijk, hoor. Oh, Neymar, hoe neem je mee, jongen? Hoe neem je mee?
Neymar, doe het gelijk. Oeh. Dat betekent dat de video binnen... Ja, ik kan echt niet rekenen als ik aan het aanvallen ben. Binnen 8 uur moet ik 5000 likes halen. Moeten we de 5000 likes halen. Nou, als dat lukt, dan, ja, nou ja, dan verdienen we ook een nieuwe video. En dat wordt natuurlijk wel even een smikkelvideootje. Maar ja, jullie zijn natuurlijk niet anders van mij gewend natuurlijk. Ja. Ik zat trouwens ook wel denken aan een iconcam. En toen zei ik van, ja, maar dan moet ik natuurlijk mijn Griezmann verkopen. En Griezmann is eigenlijk gewoon echt fucking goed. Griezmann is echt ziek goed. Eigenlijk wil ik ook wel die Griezmann Champions League kaart. Die is voor mij echt nog veel beter. Maar die is echt ook een miljoen. Die is een miljoen. Nou, daar heb ik toch liever in voor Neymar. Ook al weet ik natuurlijk dat... Hoe is het nou uit voor hem? Al weet ik natuurlijk dat die Griezmann natuurlijk nog wel omhoog gaat waarschijnlijk met upgrade. Ja, dus eigenlijk waarom zou ik in godsnaam liever Neymar hebben? Je scheidsie. Toen waren ze geblesseerd, zeker een Swalbe. Maar als je nou goede suggesties voor deze man heeft... Hebt, natuurlijk, heeft, wat? Laat het dan vooral achter in de comment section. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker op mijn kanaal. Oh. En wil je nou op de hoogte blijven van mijn video's? Kijk, dan kan je natuurlijk abonneren. Dat is fijn, weet je wel. Dan krijg je... Ja, het is geen keeper, man. Dan krijg je natuurlijk leuke in je subbox. Maar wil je nou zelfs een melding krijgen op je telefoon van een nieuwe video? Nou, ik weet het wel zeker dat ik het zou willen. Wat? Oké, ja, ik weet niet wat hier gebeurt. Maar ik moet winnen. Hey, slecht verdedigd, man, joh. Fernandinho. Ferdinand bedoel ik. Maar druk dan even op dat lekkere smikkelbelletje. En dan krijg je een melding wanneer je een nieuwe video hebt. Nou, wie wil dat niet? Nou, ik wel hoor. Nee. Oké, Ferdinand, laat maar zien, jongen. Ferdinand. Oh, hij zit mis. En ik sta 2-0 achter. Oké, ik moet even mijn best gaan doen. Ik weet niet wat hier gebeurt. Volgens mij is er een kleine error of zo in mijn hoofd. Ik weet niet wat hier precies aan de hand is. Maar het lijkt op dat ik 2-0 achter sta. Ja, ik weet niet hoe dat precies mogelijk is. Maar ja, laten we er niet te veel van aantrekken. Wegkoppen. Oh, it's magic. Heerlijke halve omhaal. Hij is zelfs lenig, die Fernand. Ik kom eigenlijk nooit weer 2-0 achter. We hebben één wedstrijd en een andere verdediger. Ik sta 2-0 achter. Jongens. Waarom de fuck staat hij zo vrij voorin ineens in zijn eentje? En waarom sta ik bijna 3-0 achter? Fernand, ja, zit er weer helemaal naast. Ja, goed zo. Neymar, verre hoek. Lekker, 2-1. Easy. Neymar mist dat niet. 2-1. Oké, de comeback is ingezet. De comeback komt eraan. Comeback komt. Ja, heerlijk, Kanten. Ja, Kanten kan ik gewoon niet vervangen. Ik vind Kanten echt gewoon heel goed. Dus ja, dat is een beetje lastig als je hem wil vervangen, als je hem goed vindt. Maar ja, dan waarom zou je hem vervangen als je hem goed vindt? Oh! Zet een speler op de Rijn. Lijn. Rijn? In de Rijn. Hij zwemt. Oh, heerlijk. Neymar. Doe maar, jongen. Neymar, schiet maar. Oh, jammer. Ja, die ballen kunnen er gewoon in met Neymar. Ik zweer je. Ja. Jullie geloven mij misschien niet. En zeg ik van, nou, ik kan gewoon. Ik weet niet. Neymar in vorm. Die begint toch ook wel een beetje te kriebelen, hoor. Ik moet maar 100k mijn rewards halen, mensen. 100k mijn rewards. Wat echt gewoon mogelijk is. Ik krijg al 70k. Natuurlijk haal ik dat. Ik krijg al 70k omdat ik elite ben geworden, volgens mij. Nou, is 100k een appeltje eitje. Nou, dan gaat die in voor Neymar gaat zeker gehaald worden. Gewoon je team upgraden. Gewoon je beste spelers upgraden. Dat is gewoon lekker. Nee. Hij trampt hem. Hij trampt hem niet. Oké, respect daarvoor. Ik moet zeggen, ze komen nooit zo erg bij mij er doorheen. En nu ineens zoveel. Ik snap het niet. Ligt het dan echt aan Ferdinand? Of is deze tegenstander wel gewoon wel goed? Kijk nou, hij loopt gewoon door. Nou, dit meen je niet. Ik word helemaal kapot gemaakt. Ik sta gewoon 4-1 achter. Hoe kan dit? Wat gebeurt hier? Ik verlies eigenlijk nooit met 4-1. En nu ineens één potje Ferdinand. Ja, ik kan heel makkelijk Ferdinand schuld hebben. Dat is natuurlijk wel lekker. Maar mensen, bekijk het zo. Het is vandaag dinsdag als ik dit opneem. En ik heb sinds zondag geen FIFA gespeeld. Dus dat is zeker een dag niet. Oh, jongens. Ik speel ook heel slecht. Oké, laten we het potje snel vergeten. Laten we doorgaan naar het volgende potje. Dit was echt heel slecht. Min 27 punten. Jezus. Zo ga ik divisie 4 weer in. Dat moet ik niet hebben, hoor. Dit is meteen zoals een team. Gewoon een sterk team. Weer gewoon een weekly team. Heel aardig team. Ik weet niet precies hoe die in-game gaat spelen. Want hij heeft maar 1 CDM. En hij heeft 2 aanvallers. Nou, 4 aanvallers eigenlijk. Want die Mara is natuurlijk ook een aanvaller. Dus ja, we gaan het zien. Let's do this. Even snel een Suarezje erin. En Ferdinand, even kopje erbij, hey, jongen. Koppie. Eigenlijk moet ik toch gewoon Virgil van Dijk erin zetten. Die vent is zo goed. Oh, schiet maar, jongen. Wat, waarom op hem? Die Griezmann staat eigenlijk helemaal vrij. Kijk, ik word helemaal schil getikt. Ja, ik moet dus even... Ik weet dus even niet wat de nieuwe, hoe je moet verdedigen met die nieuwe patch. Daar moet ik wel even naar kijken. Griezmann 1-0. Heerlijk uitspel. Heerlijk doelpuntje. Ferdinand, uitstekend gedaan, jongen. Heerlijk. Fantastisch. Voor mensen die denken, Koen, Ferdinand heeft niks te maken met deze avond. Maakt niet uit. Gaat mentaal. Ja, jongen. Het is allemaal een koppie. Lekker. Heerlijke 1-0. Wat lekker. Hij is boos. Hij is nu boos. Hij is tilt. Goed. Oh mijn god. Oh, die bal erin was gegaan, jongen. Dat was toch een wereldgoal geweest. Oh. Ja, dat scheelde echt niet veel. Jammer dit. Nee, maar doe het maar. Oh. Ik weet niet hoe goed finesse zullen dan zijn. Ze zijn sowieso ook gepatcht. Ik heb die patch nog niet gelezen. Ik heb alleen gelezen dat als je zelf verdedigt dat het nu beter is ofzo. Ja, geen buitenspel. Ja. Ja. Suarez. Oh, ik verneuk het. Nee, hij doet het. Lekker. Hij kapt de keeper uit. Hij doet het gewoon. Complete scheid. Kapt gewoon de keeper uit.
Gaat hij nou lieven? Is hij weg? Nee, slim. Nee, even wisselen zeker. Net voor rust. Hij lieve gewoon wel. What the fuck? Ja, jongens. Ik zweer het je. Echt. Ferdinand. Fantastische speler. Ongelooflijk. Ik ga deze weekend league spelen met Ferdinand. En we gaan zien hoe hij het gaat doen. Ik ga gewoon Elite 1 halen. Ik voel het in mijn bloed. Met name dat eerste potje 4-1 verliezen was echt goed. Maar je mag 3 potjes met 4-1 verliezen. Als je de rest maar wint. Dan heb je 70 winst. Ben je gewoon Elite 1. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Wil je nou morgen weer een video zien? 5000 likes moeten we dan halen. Voor 12 uur 's avonds. En dan is er morgen weer een nieuwe video. Wil je niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker. Druk op dat belletje en dan join je hashtag team belletje. Wil je nou meer van me zien, dan kan klik hier of hier. Wil je mij abonneren, kan ook. Klik dan hier en dan zie ik je weer bij de volgende video's. Lijkt me wel op de volgende keer. Doei! Later!